De actuele werklijst binnen de ThinkLine geeft direct weer welke factuur goedgekeurd dient te worden. De pijl geeft aan dat wanneer u de factuur accepteert, de volgende ontvanger voorgedefinieerd is door de administratie. Desondanks kunt u hier toch van afwijken om bijvoorbeeld advies van een collega te vragen. De factuur blijft onder uw verantwoordelijkheid en de status verandert weer wanneer uw collega op deze aanvraag gereageerd heeft. Als u het nog niet eens bent met een factuur, bijvoorbeeld omdat u ontevreden bent over de levering, kunt u een dergelijke factuur apart markeren in uw werklijst. U vindt deze optie tussen de tabbladen die u meer informatie geven over de geselecteerde factuur. Meestal bent u dan ook verplicht een notitie achter te laten, zodat de crediteurenadministratie weet waarom u de factuur tijdelijk op slot hebt gezet. U krijgt nu geen herinneringen meer. Facturen kunnen ook ter informatie naar u worden gestuurd. Bijvoorbeeld omdat de factuur gematcht is met een order. Het toesturen van de factuur betekent in dit geval net zoveel als een e-mail waarbij u op de cc staat. U hoeft en kunt dit proces in principe niet beïnvloeden. Door de factuur te kwitteren verdwijnt hij uit uw werklijst en is hij uiteraard terug te vinden in uw digitale archief. In het archief kunt u alle facturen terugvinden die u ooit via Basware heeft ontvangen. Tevens heeft u de mogelijkheid om bijvoorbeeld de laatste 20 facturen terug te zien of alle facturen van een bepaalde leverancier terug te kijken. Weet u dat u de komende periode afwezig bent, dan kunt u dit kenbaar maken in deze client. Facturen worden dan automatisch doorgestuurd naar uw vervanger, maar u kunt deze wel altijd in het archief terugvinden. Tevens kunt u instellen dat u bij iedere factuur altijd de recentste bijbehorende opmerking in beeld krijgt.